Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid erkent de kracht van traditionele geneeskunde. Hij meent nooit een uitspraak te hebben gedaan die disrespectvol is naar deze sector. Juist nu zijn er mogelijkheden geboden om eindelijk een structuur in deze geneeswijze te brengen. Dit is nodig om simpelweg een stukje bescherming te creëren voor de samenleving. Ik ben ook 8 jaar arts geweest en gewerkt als arts. Ik heb altijd in de praktijk ervaren dat mensen zowel de westerse als de traditionele genezing toepassen om beter te worden. Ik bedoel, elke hulp is mogelijk en ga je accepteren als je ziek bent. Dat is het is nou eenmaal zo. Maar ik heb op geen moment ergens gezegd dat traditionele genezing niet goed is of niet bestaat. Ik erken de kracht van geneeskrachtige middelen, kruiden of planten, dat kan. Er is zelfs in Oxford een University of Tropical Medicine, waar er wetenschappelijk onderzoek verricht wordt naar de effectiviteit, werkzaamheid van welke planten dan ook. Er is kennis, er is ook potentie voor de economie van een land. Ik bedoel, het gaat niet om een stukje kader die we moeten maken als regering, als land. En met elkaar moeten eens worden over de toepassing van die kennis in het genezen van de Surinaamse burger. Minister Ramadien zegt geen voorstander van te zijn om de traditionele geneeskunde de vrije loop te geven. Zaken mogen niet ongecontroleerd aan toegaan. Je loopt een winkel binnen of een drogisterij binnen en je ziet hier een drankje, vitaminebooster. Is dat bewezen? Dus daarover gaat het bij mij. We moeten ons als, en ik roep de traditionele genezers op de mensen die de natuurgenezing of traditionele beleiden. Het is absoluut geen bedoeling van mij om welke kennis er ook is of traditie te disrespecteren. Het gaat erom dat ik u oproep om mee te werken aan dat stukje ordenen en reguleren van deze kennis die we hebben. En als we dat doen, dan denk ik dat we met z'n allen een stapje verder komen. Want als we bijvoorbeeld bloeddruk of hoge bloeddruk of suikerziekte, dat zo'n burden vormt op onze healthcare. Als we dat kunnen behandelen met bijvoorbeeld traditionele middelen of natuurlijke geneesmiddelen, dan zou dat een verlichting betekenen voor ons van hoeveel minder medicijnen te importeren. Maar dan moet het wel goed onderzocht worden. Er moeten bekende procedures zijn welke wegen je moet bewandelen om je middel goedgekeurd te krijgen. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid die zegt dat er een stuurgroep binnen het ministerie is die zich bezighoudt met traditionele geneeskunde. De bewindsman benadrukt andermaal dat het niet de bedoeling is van de regering om disrespect te tonen aan welke vorm van traditionele geneeskunde dan ook.